Wat is fascisme? Fascisme wordt vaak opgehangen aan een aantal uiterlijke verschijnselen. Maar de kern van het fascisme. Fascisme is een politiek systeem dat wordt gehanteerd op het moment dat het grote kapitaal niet meer in staat is om de arbeidersklasse in een democratisch bestel te onderdrukken en in het geheel te houden en naar de dictatuur moet overgaan om haar heersende macht te consolideren. Dat is de kern van het fascisme. Wij hebben in Nederland te maken gehad met één vorm van fascisme, het Duitse fascisme. Het nationaal socialisme van de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Hitler werd in 1931 uitgenodigd op Villa Hügel, waar Krupp, Thijssen en andere grote concerns aanwezig waren en Hitler kon zijn programma uiteenzetten, wat neerkwam op een snelle herbewapening van Duitsland. Nou, Krupp en Thijssen zagen de kanonnen al rollen en besloten om zijn verkiezingscampagne in eerste instantie met 3 miljoen mark te ondersteunen. Later blijkt dat 90% van alle aan de beurs genoteerde Duitse bedrijven Hitler hebben gesteund bij zijn opgang. Wat was het gevolg? Hitler kon in 1932 op een Duitse draaibank in de Krupp-fabrieken de arbeiders toespreken. Wat zei hij? Beste arbeiders, jullie willen het socialisme. Dat wil ik ook. Maar wat voor socialisme? Willen jullie het socialisme van de communisten onder Stalin? Dat nooit. Wil je het socialisme van de sociaaldemocraten met hun bureaucratische gedoe? Dat nooit. Wat wij willen is het nationale socialisme. Het socialisme wat aan Duitsland gebonden is. En hier hebben we meteen de eerste verschijnselvorm van het fascisme, het nationalisme. De tweede poot is natuurlijk de dictatuur. Dat werd als volgt gebracht. De stroperige democratie. In zijn bureaucratie en zijn eindeloos gezever, met zijn niet bereikbare en zichzelf verrijkende parlementariërs, weg ermee. Wat het volk nodig heeft, is één leider in de partij en in de staat. Eén volk, één rijk, één vuren. Die doortastend kan optreden en dwarsliggers kan weghalen. Dit systeem van dictatuur kan alleen zich baseren op verkliggers en op de Gestapo. De derde poot waar het fascisme op zich baseert, is dat uit het socialisme het marxistische denken moet weggaan. Namelijk, klassenstrijd is verouderd. Stakingen, weg ermee. Het nationaal socialisme brengt de klasse samenwerking en gedwongen. De gedwongen samenwerking, dat brengt welvaart. De vierde poot en waarschijnlijk het gevaarlijkste is het racisme. De racisme wat zich voor een deel baseert op Darwin's evolutietheorie. The survival of the fittest. Dat betekent dus dat er één volk is dat beter is dan een ander. In de boreale wereld, zoals het tegenwoordig heet, is dat natuurlijk het Germaanse volk. En als je dat fit wil houden, dan betekent dat dat zich niet moet vermengen met ras van volkeren uit de rest van de wereld. En daarom stond het Nurembergse rassenprogramma, waarbij het aan Duitsers verboden was met Joden te trouwen en Joden met Germanen. Meisjes, dienstboden, die Joodse dienstboden die bij Arische gezinnen moesten ontslagen worden en omgekeerd. Maar de survival of the fittest ging wel verder. Het ging niet alleen om de zuiverheid van het ras, maar ook om de gezondheid van het ras. En toen werd in 1938 het T4-programma uitgevoerd. U weet wat T4-programma is? Nee,
het T4-programma Tierkrachten 4, dat in 1938 besloten werd om alle mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap uit de wereld te laten verdwijnen. Er zijn, beste mensen, in het T4 240.000 invalide mensen zijn vermoord onder het fascisme. Hoe ging dat? De campagne begon dus te vertellen hoe duur het was om een mens met een handicap te voorzien. Dat kostte tienduizenden euro. Kon de maatschappij dat wel dragen? Het werd steeds duurder gemaakt. De mensen werden een handicap hadden, werden steeds in een rarere hoek gedracht. En tot slot gebeurde het volgende. Overal waar invalide mensen waren, werd in zwarte bestelwagens, werden deze uit de crèches, uit de instellingen getrokken, onder het motief dat deze waren zo gehandicapt, dat het voor de rest van de crèche en voor de rest van de te moeilijk was om op te voeden, en die moesten dus in speciale gelegenheden worden opgevoed. Ik heb een van deze gelegenheden bezocht, het kasteel Hartheim, vlakbij Mauthausen. Daar ging dus de auto met de invaliden naar binnen, en de kelders waren ingericht als gaskamers. En al die kinderen, mannen, vrouwen, invaliden, zijn in 1939 vermoord, nog voordat er zelfs sprake was van Auschwitz. Ik moet u wel vertellen dat de mensen die in Hartheim en alle andere kastelen waar dit gebeurde, dat zijn de mensen geweest die later de gaskamers in Auschwitz hebben vermoord. Een tweede punt, een verder punt van het fascisme, is de vrouwvijandelijkheid. Hierbij wijs ik op de Lebensborn. Lebensborn, dat waren instituten waar blauwoogige blonde vrouwen konden trouwen met blauwoogige en blonde mannen, ten einde een zuiver arisch restant in leven te brengen. Dan is het de pomp van de demagogie, de bloed- en bodemtheorie. Alleen de Duitse boeren die al eeuwenlang aan de grond gebonden waren, dat was de kern van de natie. En hoe deed men dat? Men hitste de boeren op tegen de Joodse veelhandelaren. Men hitste de middenstand op tegen de Joodse grootwinkelbedrijven. Zo werd het fascisme doorgevoerd. Als we nu deze dingen gaan vergelijken met de huidige situatie in ons land, dan moeten we zien dat de boreale wereld is de Germaanse wereld, wat Baudet zegt. Hij heeft het over de homeopathische verdunning van het Nederlandse volk. Dat is niets anders dan een uitwerking van de rassenwetten van Nuremberg. Laten we het praten over de uitspraken van Baudet over vrouwen. Als ze nee zeggen, bedoelen ze toch eigenlijk ja, heeft hij gezegd. En hij heeft duidelijk gezegd dat vrouwen op allerlei gebieden minder presteren dan mannen. Moeten we nu de Baudet en zijn groepen fascisten noemen? Dat zou onverstandig zijn. Je moet ze noemen uiterst rechts, omdat ze nog niet het parlementaire democratie omzij willen brengen, onwaarschijnlijk. We moeten ze noemen uiterst rechte politici. Tot slot de vraag die nu rijst: wat kunnen we er tegen doen? Dat is daarnet met een andere bespreking hierboven ook gezegd. Wat zijn de tegenkrachten? En dat is een heel moeilijk probleem waarmee ik wil eindigen. De tegenkrachten kunnen alleen maar ontstaan door samenwerking van alle mogelijke mensen op allerlei terreinen, over politieke partijen heen, door politieke vakbewegingen, door organisaties van woningbouwverenigingen, studentenorganisaties, landbouworganisaties. Als niet een gezamenlijk optreden is, dan moeten we vaststellen dat het gevaar van het fascisme wel degelijk in ons land aanwezig is en dat we alle krachten moeten inzetten om dat tegen te houden. Dank u wel.